Hallo allemaal, ik ben de Sleutelkraker en vandaag ga ik aan jullie laten zien hoe je een Iseo R7 Extra openmaakt. Het is een dimpellok wat er best wel imposant uitziet. Er zitten 6 pinnen aan de onderkant, vervolgens zitten er nog wat pinnen aan de bovenkant. En aan de zijkant zit ook iets wat lijkt op key control. Dat zijn lagers die ervoor zorgen dat de sleutel niet verschuift in het slot op het moment dat je de sleutel wel gebruikt. Omdat een dimpellok is, gebruik ik mijn Black Flaros of mijn Black Flags van Sparrows. Goedemorgen. We gaan beginnen. Het slot kan aardig wat tension hebben, zoals bij de meeste dimpelloks. En het is zaak om ervoor te zorgen dat het vlaggetje van je pik goed boven de sleutelpin komt. Ik had een klein klikje op 6. Een klikje op 5. 4 lijkt te binden. Een klikje. Niks op 3. Niks op 2. En niks op 1. Dus gaan we terug naar achter. De 6 lijkt te staan. 5 klein klikje. 4 lijkt goed te staan. Nog steeds geen bijn, dus aan de voorkant. Dat betekent dat er achterin nog iets wat dieper kan. Ik heb hier een binder, ik denk dat het 5 is. En weer een klein klikje. Hopen dat dat hem was. 3 lijkt nu wel te binden. En we hebben iets wat lijkt op een valse set. Dat betekent waarschijnlijk dat alleen 1 nog gezet moet worden. De uitdaging bij dit slot zit me voornamelijk ook in de wording. En wat ik daarmee bedoel is dat het sleutelgat zo is gemaakt dat de vlaggetjes eigenlijk moeilijk door het sleutelgat kunnen roteren omdat ze net groot zijn. Dus wat ik moet doen om pin 1 te gaan zetten is dat ik eigenlijk onder een heel rare hoek moet kijken of ik hem er doorheen kan krijgen. En dan moet ik heel voorzichtig zijn dat ik niet alles weer openzet of terug laat schieten. Zo. Dan als het goed is, zou pin 1 moeten staan. En zouden we hem dan open moeten kunnen krijgen. Ik ben nu wat bezig om de pin aan de bovenkant te manipuleren. Maar het lijkt alsof er nog 1 pin niet diep genoeg staat. Dus dan moeten we even naar op zoek. Nou, alles lijkt toch te staan. We gaan even kijken of pin 1 is die een beetje moeilijk doet. Nou, is het niet.
pinnen aan de zijkant geven ook weinig info. En daar is hij. Hartstikke bedankt voor het kijken. En ik hoop snel weer meer content te kunnen uploaden. Voor nu, genoeg. Ciao.